is handig om er gewoon meer van te weten. Omdat er allerlei verbanden ook zitten tussen basisregistraties en processen in de leefomgeving. Dat ik zelf zoiets had van, nou, het is goed om eens een verhaal te horen. Ik zag goede voorbeelden hoe een adviesbureau eigenlijk zelf data kan bewerken en kan delen. Ja, vooral ook hoe je nou geo-informatie en de nieuwe omgevingswet in elkaar gaat passen. Je zou dit niet moeten willen omdat er een wetgeving op je afkomt, maar er zijn al genoeg andere redenen om gewoon hiermee aan de slag te gaan. Wij vinden dit belangrijk omdat de bedrijven vooral in de keten moeten samenwerken. Omdat je alleen als je samenwerkt in de keten kunt komen tot goede oplossingen voor gebruikers. Ik denk altijd van hoe krijg je alle data bij elkaar. Dat idee is zo, dat is veel te ambitieus. Maar als je dan ziet dat mensen al gewoon praktisch bezig zijn, dan denk ik ook. Oh. Dus ik denk, we moeten gewoon beginnen met het delen van informatie. En op die manier toe te gaan naar een veel meer integrale werkwijze. Nou, we zitten nu bijvoorbeeld in de verkenningsfase van het project. Dus we moeten nog heel veel data verzamelen van onderzoeken, van archeologie, van natuur, van bodemonderzoeken, geotechnische onderzoeken van het dijklichaam zelf. Dus er moet allemaal nog informatie toegevoegd worden. Een deel doen we zelf en een deel laten we doen door advies-ingenieursbureaus. Het zou mooi zijn als we dus één kaart, één portaal hebben waar beide partijen alles in één keer in kunnen stoppen. Mijn conclusie aan het einde van de ochtend was van, hey, leefomgeving lijkt wel op BIM, het bouwinformatiemodel van Nederland. En waar het gaat om hergebruik van data en zorgen dat in elke fase van een project of in een ontwerpproces data weer beschikbaar is voor een volgende fase van het project, totdat je uiteindelijk helemaal in de beheerfase zit. Gegevens zijn nog geen informatie. Het is heel belangrijk om die gegevens op maat te leveren voor specifieke toepassingen. En het is goed om te zien dat er steeds meer middelen zijn om dat ook op een snelle, efficiënte en goede manier te doen. Nou, in ieder geval zorgen dat we zo breed mogelijk alle data die we hebben goed met elkaar delen, zodat je sneller en makkelijker plannen kunt maken. Nou, dat portaal dat is in ArcGIS Online en dat gebruiken wij zelf ook al. Zowel binnen het Hoogheemraadschap als binnen het project waar ik ook in werk. En dat willen wij ook het middelpunt maken van het project. Dus ik denk dat dit wel echt kan toevoegen. Ja, mijn indruk nu is van mis vooral de boot niet en doe wel mee.